Mensen, welkom. Ik ben Koen van WNPNL. En vandaag ben ik hier met... Ja, ik ga het even uitleggen. Luister mensen, zoals je ziet heb ik 4.000 viewpoints en 2 miljoen coins. En ik denk, Koen, wat heb je gedaan? Ja, ik heb een deel van mijn team verkocht. En de reden daarvoor is, Virgil fucking Van Dijk is geüpgraded naar 90 rated. Ik heb hem ooit gepakt in Nederland. Huh? What the fuck? We pikken gewoon Van Dijk uit de 2000 plus pack. Holy shit, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Wat is dit voor pack? 82 plus we pakken gewoon Van Dijk. Zeg maar 1 speler. What the fuck? Daar was ik toen erg blij mee. Toen was hij 87 en nu heeft hij een 3 upgrade gehad. Dus nu is hij gewoon 90. Ongekend, wat heerlijk. Dus ik heb toen Fernand verkocht en Lala. Die heb ik nog niet verkocht. Die kan zeker nog een upgrade. Ik heb Yassine verkocht voor de chemistry. En nu heb ik dus een cam positie. Hier CM, maar als ik in een spotje zit, dan verander ik dit naar cam. En ik heb dus een paar opties. Ik wil eigenlijk deze man halen. 91 Ronaldinho. Maar als ik wat meer doorspaar, kan ik zelfs Eusebio halen. 91. En die is ook... vrij goed. Dus in ieder geval, ik heb nog wat coins nodig. En hoe kan je coins krijgen? Door packs te openen. En waarom zou je nu packs openen? Omdat nu al die items in packs zijn die je zeker niet gaat packen. Maar ook allemaal andere kaarten. Er zijn echt zoveel kaarten in pack. Je hebt die nieuwe One to Watch, die zijn vrij slecht. Dan heb je de upgrades, die zijn vrij goed. Als je een Van Dijk pack of een Aubameyang, ja, dan ben je best wel binnen. Dan heb je de man van de wedstrijd kaarten, zie ik nu. Dat wist ik nog niet eens, maar die heb je dus ook. En de icons die hier staan. Yes! Oh jongen, als ik een van die pack, jongen, ik word zo blij. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar het maakt niet uit, we gaan er gewoon. Even kijken wat er nu staat bij de 100k pack. One to Watch speler 16% kans. En het zijn er 5. Dus ik ben zeker dat je 1 One to Watch pack minimaal. En hier 8,7, 87% kans hier op One to Watch. Oké. Okay. Hier, oh, hier meer. In ieder geval, laten we maar gaan. Let's go. Komt de eerste 100k. Ik doe zeker een duimpje als je deze video leuk vindt. Krijgen geen hakt in de eerste. Nee, natuurlijk niet, jongen. Ongelooflijk kakspel. Ja, vies vuil kakspel. Punt is wel, ik ga mijn spelers niet discarden. Want 84 rated zijn oprecht fucking veel waard op dit moment. Hey, we krijgen een upgrade. Upgrade Rashford. Nou, 6k is gewoon lekker. Maar oké, dit discard ik wel. Maar de 84 discard ik absoluut niet. Het zijn echt allemaal gewoon 5, 6k. Omdat allemaal mensen die base icon SBC doen. Wat echt nergens op slaat. Waarom zou je dat doen? Slaat nergens op. Je verneukt echt je coin. Kost 500k. We krijgen een walk. Geef me een icon. Geef me een icon. Geef me een icon. Geen icon. Helaas. Wel een inform. Portugees. Rechtsmid. Niet heel goed, hè? 85. Ja, als ik dan ga kijken voor die waard is. Ja, allemaal die icon SBC. Ja, 39k. Nou, dat krijg je nooit meer voor deze speler, kan ik je vertellen. Dus hop, die gaat gelijk op de transferlijst. We hebben ook Paulinho. Mensen, ik ben echt, ik voel me zo'n Nederlander nu. Maar ja, die 16.000 munten waard. What the fuck? Oké, de eerste walk is binnen, dat is lekker. Maar niet lekker genoeg. Laten we maar even 50k packje open. Ja, we hebben ook 10% kans bijna op een one to watch. Die we hier niet krijgen. Want ja, het is een geen walkout. Oké, de walk is in de 50k pack. Kom op, geef me een icon. Hey, helaas, ik heb een informer. Ja, dacht ik al. Duits. Rechtsback. Bender, really. Oh, Bellarabi. Oké, okay, niet slecht. Oké, okay, niet slecht. Oh mijn god, wat is dit voor pack? Die special cards in 1 pack. Holy shit. In een 50k pack. Wat ziek. What the fuck? Dit is echt een heel ziek pakketje. Heel lekker. Nog steeds niet echt een goede walkout gehad. Want ja, kijk, deze was wel gewoon 50k. Dat is natuurlijk hartstikke nice. Maar nog niet echt een gouden walkout. Iedere keer die cut informs. Ik heb nog 300k packs. Dat komt de eerste. Kom aan. Een walkout. Geen walkout. Ik krijg hier aids van. Hoe kan je nog geen walkout en 100k packs? Ik snap het niet. Oh. Oké, okay, is niet goed. Hoewel 85 Mares. Ja, dat is veel waard. 16.000 munten, mensen. Ja. Oh mijn god. We hebben al 2,1 miljoen. We hebben nog maar 300k. Al 1 goede speler, mensen. En we zijn zover. Geef mij even een zieke speler. Ja, kom. Geef me nu die icon. Geef me die icon. En zeker weer een inform. Nee, geen inform. Kom op. Oh mijn god. Oh, Pjanic, really? Oeh, hij is geupgraded. Oké. Okay. Hij is niet geupgraded trouwens. Anders had ik hem nooit dubbel kunnen hebben. Je bent een mogel. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, mensen? Dat kan. Doe dat hier beneden. Hier zo. Doe het. Geen walkout. Heb je het nieuwste Bankzitters video niet gezien? Kijk hem dan zeker even op Bankzitters kanaal. En abonneer je ook op Bankzitters kanaal naast op mijn kanaal. Die video is erg leuk. Dit is slecht. Oh. Trouwens mensen, poets je tanden. Ik heb geen idee waarom ik hier tandpasta heb staan. Ik heb oprecht geen idee. Hij is ook gewoon nog vol. Bij de 10.000 likes eet ik een hap tandpasta. Oh mijn god mensen, we hebben nog maar 200k nodig. Oh mijn god, ik heb een walkout. Geef me alsjeblieft een goede, Icon. Kijk, kom op. Goeie. Duits, CV. Boateng. Of Hummels. Hummels is beter. Hummels is fucking hoog. Die is zeker 50k. Kan niet anders. Hummels 60k. Let's go. Op mijn Ronaldinho mensen. Laat trouwens in de comments achter wie moet ik halen. Eusebio of Ronaldinho. Eusebio kan ik nog helemaal niet halen. Je snapt mijn idee. De reden dat ik trouwens Fernand heb verkocht en nu Van Dijk heb. Is omdat Van Dijk, ja die stats zijn gewoon echt veel beter. Van Dijk is nog groter. Kan ik eigenlijk niet de fout mee ingaan toch zou je zeggen. Deze pack was ook weer lekker. Die 50k zijn echt goed nu. Zijn echt goed. Wil je ook packs omdat het kan? Ga naar ikwatgoed.nl. Geen walkout in de laatste 50k. Oké, we hebben nog 200k pack. En nog wat BPL packs waar we uiteraard een upgraded Aubameyang krijgen. Oh, we krijgen Morata. Die zal niet heel veel waard zijn. Volgens mij is dit wel legit gewoon de beste one to watch. Volgens mij. 5,4k mensen. Heb je nog veel 84 in je club? Verkoop ze en lever ze niet in een SBC. Alsjeblieft. Kom, geef me alsjeblieft een walkout. Ik heb die coins nodig. Geen walkout. Ik haal mijn leven. Oh. Ronaldinho, die moet toch wel fucking goed zijn. Dat kan toch niet anders. Hij heeft wel weinig stamina. Maar 81. Dat is wel jammer. Maar ja, boeien. Het is gewoon Ronaldinho. Fucking legend. Echt letterlijk een fucking legend. Heerlijk. Deze zijn echt heel slecht. 60k mensen. En dan heb ik hem gewoon. Heb ik Ronaldinho. Kom op dan. Oh, we krijgen weer Tielemans die 15k is of zo. Geef me alsjeblieft een walkout. EA, doe het voor mij. Geef mij een walkout. Geef me alsjeblieft een walkout. Alsjeblieft. Ik wil nu echt een walkout. Yes. 40k, kom op. 40k. Geef me alsjeblieft. Wat goed. Kom op. Paans. Oh, kut. Oh, heel kut. Iniesta.
Oh, Thiago. Oh, nee. Nu haal ik het niet. Of wel nog een 84 erbij ook. Oh, mijn god. Thiago is 30k. Yes. Yes. I made it, I think. Mensen, ik denk dat op het moment dat ik dit packje discard voor 12k, dat ik het gewoon gehaald heb. Dat ik hem kan kopen. Nee, klopt. Ik mis 5k. Oh, even kijken of Klieg iets waard. Klieg natuurlijk een goede speler van Leeds. Ja, die is toch rustig 15k of zo. Kan ik hem beter discarden? Oké, let's go. We hebben gediscard. Helemaal prima. We hebben genoeg coins. We gaan Ronaldinho kopen. Ronaldinho! Echt speler van ik echt nooit had verwacht dat ik hem ooit zou krijgen in FUT. Maar ineens kon het gewoon. Ineens had ik gewoon de coins ervoor. Oh my god. Klote. Oh. Waar ben je? Waar ben je, oude smikkelbeer? Nee. 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 Nu is dit de goedkoopste. Nee. Wat een pauperzooitje. Ik heb dan die Pepe, die kan ik nog verkopen. Yes. En mensen, heb ik Ronaldinho. En dan ben ik heel blij. Voor is deze vent nog waard? Helemaal niks waarschijnlijk. Boeit me gereed. Ik wil hem gewoon er vanaf zijn. Want ik wil mijn Ronaldinho. 108k. Goeie los opgemaakt, Koen. Ik ben trots op jou. 100k. Koop hem. Het is gratis profit. Nou, geen profit, want je maakt verlies op tags. Maar maakt niet uit. Koop hem. Dit is gratis 2k profit. Koop hem. Yes. Yes. Nee. 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 Waarom? Wat gloeiende pest, pauperzooi. Hot god. Wat een teringspel.